Daniel, doen we het in het Nederlands hoe je doet? We gaan het proberen. Nou, ik geloof het. Het publiek zong Messi, Messi, Swaap komt eraan. Heb je de messen al geslepen? Ja, nee, nog niet. Maar nu gaat die voorbereiding beginnen op die wedstrijd. En als onze fans zoiets zingen, dan is het grappig. En ja, dat is leuk. Wat denk jij als je zoiets hoort en je staat op het veld? Ja, dat ze vertrouwen hebben. En ik heb vertrouwen in onze kwaliteiten en dat we daar een goede wedstrijd gaan spelen. Ik kan me voorstellen dat het ook wel iets bizars heeft. Dinsdag Camp Nou, vandaag het Cars Jeans Stadion. Het is wel even een contrast. Ja, zeker. En dan is het belangrijk dat we hier zo'n goede resultaat gaan halen. En nu kunnen we met een goede gevoel naar Barcelona gaan. Ik vroeg dit ook al aan Jeroen Zuut, de keeper. Is dit het meest bizarre debuut dat je ooit in het echt hebt gezien in het voetbal? Ik denk het wel, ja. Binnen 5 minuutjes assist en gescoord, ja. Kan niet beter gaan. Waanzin. Ik kom net achter je door. Is dit de geboorte van een nieuw tandem als je zo Lozano met Gucci ziet spelen? Dit zullen we zien, maar het is belangrijk dat we altijd kunnen nog iets brengen van de bank. En daar hebben we heel veel kwaliteit, niet alleen die eerste elf, maar ook de hele team is echt goed. Wij staan samen. Sterk samen. En, iedereen doet mee, niet alleen op het veld, maar ook aan de zijkant. En dat is belangrijk als je iets wil winnen. Nu werd ook deze vraag stelde ik net aan Jeroen, maar nu is er in dat opzicht ook een contrast met vorig jaar natuurlijk. Iedereen zei van PSV, nou ze winnen wel, maar ze voetballen minder leuk om naar te kijken. Maar als je jullie nu ziet, ja ik bedoel, het is hartstikke leuk om naar te kijken onder Van Bommel. Ja, ik keek ook echt graag naar die offensief die we hebben. We hebben zoveel kwaliteit daar. En als we dan nog goede resultaten halen, dan is het voor iedereen prima. Merk je dat nou ook terug in de sfeer in dat elftal? Want het voelt toch alsof jullie een beetje ontketend zijn. Alsof jullie nu echt mogen gaan voetballen, zeg maar. Ja, hele goede sfeer in het team. En wat ik net zegde, niet alleen de basisspeler, maar het hele team staat samen en dit is onze sterkte.